Goedemorgen, vandaag zijn we bij de Singelgracht Garage in Amsterdam. Ik zal een vlog maken waarbij ik jullie je team zal laten zien en de vorderingen op het project. Stap 1, we beginnen vandaag in de keet. Daar het team natuurlijk zit te werken. En een mooie keet boven het water in de grachten van Amsterdam. Goedemorgen Risma, ik kom weer een dagje in de bouwkeet werken. Ja. Is dat goed? Ja, tuurlijk. Ik sta hier in de bouwkeet met Reinhard van der Werfhorst. Reinhard, wat is jouw functie op het project Singelgracht? Ik ben werkvoorbereider hier op het project en dat doe ik samen met nog 3 andere collega's. In de bouwkeet zitten jullie met verschillende partijen bij elkaar, klopt dat? Ja, dat klopt. Vanaf het begin van het werk eigenlijk al, vanuit de eerste voorbereidingsfase, zitten we hier dan met mensen vanuit Boskalis en Voorbij gezamenlijk in de keet. De laatste gewipalen in compartiment 1 worden aangebracht door Voorbij. Die zullen vandaag als goed is de laatste palen daar aanbrengen. Verder zul je zien dat direct achter de stelling van Voorbij aan ze bezig zijn met het slipzuigen nabij de gewi-ankers. Verder zul je zien dat compartiment 3, de firma Boskalis, bezig is om op eindiepte te graven. Daar zijn ze nog wel een aantal weken mee bezig. En bij de inritconstructie, moot A, die hebben we onlangs droog gezet. Dat hebben we onder water opgestort, leeggepompt en die zijn we nu aan het opruimen. Mooi, kan niet wachten om buiten te gaan kijken. Zo, tijd om een rondje te gaan maken en ik word rondgeleid door Matthijs Krul. Matthijs, wat is jouw functie binnen dit project? Ik ben hier uitvoerder van de parkeergarage, het grote parkeergarage deel. Ik ga hier bij de garage kijken en bij de inrit. Toekomstig inrit, Matthijs? Ja, we zijn bij de ingang van de garage. We komen straks de auto's naar buiten rijden. En hier zo de straat op en dan zit de garage hier met de bocht helemaal naar beneden. En dan komen we onder het water uit weer de garage. Zo Matthijs, we staan nu in de eerste bouwkuip, die is droog gezet hè, tijdens de bouwvak. We staan op de onderwaterbetonvloer. Ik zie ook allemaal deuvels in de vloer en deuvels op de damwanden. Waarom is dat? De damwandverduiveling is nodig om de vloer op zijn plek te houden. We staan hier nu bij een andere uitstulping van de bouwkuip. Dit is waar de toekomstige voetgangersentree B wordt gemaakt. Hier is ook de grote loswalkade. Dus hier vinden de meeste logistieke bewegingen plaats om materiaal van en naar de bouwkuip te krijgen. Kun je jezelf even voorstellen? Ik ben Remco van Zelm. Ik ben duiker uitvoerder bij Aquatech Diving. Zo, het werk zit er weer op. Het is weekend. Ook voor de mannen, dus de stellingen staan weer stil. En wij gaan ook lekker naar huis. Bedankt voor jullie aandacht voor deze vlog. En tot de volgende!